Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode. We gaan er verder in Oostenrijk, aflevering nummer 44 alweer. Heb je de vorige video in Frankrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtboven het i'tje. Klik daarop zodat die video verschijnen. We pakken daar alweer een overwinning. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Er zitten een heleboel upgrades aan te komen van de componenten. We gaan namelijk zorgen dat wij de beste auto hebben. En we moeten ook zorgen dat we voorbereid zijn op de regulatieverandering. Ik weet niet of die dit seizoen komt. Kwalificatie verloopt droog in de race regen. De componenten zijn wat beschadigd, maar die kunnen gewoon nog mee. Sommige doe ik gewoon om te wisselen. En we hebben gewoon geen gridstraf hoeven pakken. Dus we gaan lekker door naar de kwalificatie. We zijn aanbeland bij Q1. Lekker zonnig weer hier in Oostenrijk. Ik verwacht veel van Max Verstappen. De auto is bloedsnel. En wij gaan hier denk ik tijden zien rond de 1-2. Of zelfs misschien de 1 minuut. Wie weet. Kom maar aan bij de laatste bocht en Lewis Hamilton zet een 1-2-4 neer. Momentje overstuur op de curbstone en wij zetten een 1-3-0 neer. Komen op een halve tiende van Lewis Hamilton. Oftewel een halve seconde. Hadden ook een track limits gepakt en zetten paars in sector 1 en 2 neer. Zhou knap naar P3. Perez naar 2. Zitten hier een beetje te ver door. Komen een track limit tegen en wij zetten weer een tweede tijd neer. Dit keer op 81.000ste van Lewis Hamilton. We zitten in Q2. En ik heb besloten om heel laat naar buiten te duiken. We hebben wel iemand achter ons. Dat is volgens mij Lewis Hamilton. Weet ik niet zeker. Dat is Lewis, jazeker. En wij gaan nu een tijd laten noteren. Hamilton heeft hier dus last van ons. Maar wij gaan hem niet voorbij laten. Want als wij deze run niet maken, zijn wij niet door naar Q3. De vlag hangt uit en Lando Norris zet een 1-9. Hoe is het een 1-1-9 neer? Wij komen bij het DRS-gedeelte en wij zetten een 1-2-2 neer volgens mij. En dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. Ik ga het weer bij 1 run houden. Iedereen is nu op de baan voor een tweede run, behalve Verstappen en Perez, die zijn binnen. Zhou is naar buiten gegaan. Nee, sorry. Zhou staat binnen. Dan is Perez eruit geknikkerd, denk ik. We gaan dus een laatste keer proberen om misschien naar de pole position te komen. De vlag hangt uit hier in Oostenrijk. Zhou naar P9. Hamilton komt tekort. P6 met een 1-2-0. Ziet er een klein beetje te ver door. Pakken een track limit waarschuwing. Hier dan nog een keer een track limit. En waar komen wij te staan? Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic. De engineer is blij, maar waar staan wij? Op pole position, we pakken Verstappen op 7000ste van een seconde. Ongelooflijk, en Ricciardo komt 92000ste van een seconde tekort. Dus dat belooft wat voor de grote prijs. Wij pakken in ieder geval de pole position voor de grote prijs van Oostenrijk. Er is regen verwacht. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 44. Welcome to the beautiful Styrian Mountains for another chapter in the story of the Austrian Grand Prix. It's a short lap here in Spielberg with just 10 corners, 7 rights and 3 lefts, making up the total distance of 2.6 miles. And expect to see a lot of cars running wide today, especially through the last corner, as the wet conditions make the cars skittish through the downhill sections. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Why don't we start by talking about Valtteri Bottas? Looks like they've got a tough race in store today, as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. But on the bright side, at least those fresh components can help them maintain the power they need to come through the pack. I expect to see them take a more aggressive approach today to make up for the compromised start.
Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Norris, Carlos Sainz, and Hamilton, Leclerc, Russell, Joe, and Sergio Perez, Tsunoda, Giovinazzi, Valtteri Bottas. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Stroll, Lundgaard, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, and Nikita Mazepin. Gasly, they've taken a grid penalty. Armstrong, Ocon, and Callum Ilott. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Top 10 finish is het doel, zegt Jeff. Neem er extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Droog aan het einde van de wedstrijd. Intermediates, daar starten wij dus op. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 44 van F2021. My Team Caremo, de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen moeizaam op gang, want Verstappen heeft al een betere exit en is er al voorbij. MGUK heeft een probleem en moeten onze ERS-mode wat verlagen. Maar dat doen we niet, want we vallen Verstappen hier gelijk terug aan. Maar hij heeft meer topsnelheid in zijn auto zitten. En wij moeten hier aan de buitenkant kijken van onze landgenoot. Terugkruisen misschien, lukt dat? Ja, maar we raken elkaar wel. Beetje wielspin en Verstappen is dit keer wel echt aan de leiding. In ronde nummer 1 heeft ons gejumpt bij de start. Wij kijken hier aan de buitenkant van onze teamgenoot, maar dat lukt niet. Ricciardo op P3, Norris op P4, Hamilton op P5. We zitten hier nog steeds dicht op onze teamgenoot om te kijken om die leiding weer te heroveren. Ronde nummer 2 is het als Verstappen de snelste raceronde zet. We raken hem daar net niet, komen hier terug op de baan. Is het daar heel erg close. Maar Verstappen weet zijn auto breed te houden. Paars in sector 1, kijken naar de buitenkant hier. Hij blokkeert zijn rechte voorband, Max. En wij duwen hem daar wijd. En Ricciardo kan mee profiteren. En hij is naar P2. Verstappen dus op P3. Wij dus aan de leiding. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Gaat naar Daniel Ricciardo. Is inmiddels 3,4 seconden. We doen het gewoon lekker rustig aan. Verstappen is op 4 seconden gereden. Geel in sector 1 vanwege een Alfa Romeo die daar stilstaat. Is dat Christian Lundgaard die daar uitvalt, terwijl wij even paars in sector 2 noteren. Wie valt daaruit? En we gaan zo meteen ronde nummer 9 alweer in. Dat is Christian Lundgaard. Jazeker, uitvaller nummer 1 in de wedstrijd. En wij noteren dat snelste raceronde met een 1.12.2. Snelste tot nu toe op dit circuit. We zitten in ronde nummer 13 van de wedstrijd. We stappen nog steeds op P3. Ricciardo op P2. Dat gat is 5,4 seconden naar Daniel Ricciardo. Maar we maken hier een kleine fout. Een grote fout zelfs. Raken de muur. Want we hadden een momentje op die curbstone. En daardoor is het gat naar Ricciardo inmiddels 2,8 seconden geworden. Dat wordt alleen maar kleiner en kleiner. En we schieten hier ook nog door. Dus het kan altijd erger hier in Oostenrijk. Nieuwe strategie beschikbaar op de MFD. Een tweestopper. In plaats van een eenstopper. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Dat gat naar Ricciardo is 16e. En we schieten een klein beetje door. Missen de apex in bocht nummer 1. En Ricciardo is sneller. Heeft hier slipstream en overtakeknop aanstaan. Kijkt naar de buitenkant, maar wij blokkeren hem. En hij kan er niet langs. En we houden Ricciardo een beetje op om te zorgen dat Verstappen naar P2 gaat. Maar dat lukt niet. We zitten in ronde nummer 17, een ronde later. Als Daniel Ricciardo het opnieuw probeert en dit keer is hij er wel voorbij. Voor
P1. We remmen wel laat terug naar de Australiër. Duwen hem daar gewoon lekker wijd van de baan af. En dat is weer de leiding veroverd. De baan wordt droger, zorg niet dat je de banden opburnt. Oftewel, we hebben wheelspin en door die opdrogende baan kan het alleen maar erger worden. We zitten in ronde nummer 18 van de wedstrijd. Als Ricciardo het dit keer weer probeert, maar dit keer aan die binnenkant zit. Is hij er voorbij? Nee, kijkt wel naar de buitenkant, maar we remmen naar zijn lijn toe. En hij kan nergens naartoe. Verstappen nog steeds op P3, zit te kijken voor een aanval bij Daniel Ricciardo. De regen is inmiddels gestopt hier in Oostenrijk. Ja, lichtjes dan, terwijl Ricciardo even terug aanvalt naar de buitenkant. Maar dat lukt niet, want we duwen hem daar gewoon lekker wijd. En Verstappen kan alleen maar kijken. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als we naar binnen duiken voor onze eerste pitstop van de dag. Vraag is, waar gaan wij naartoe? DRS beschikbaar. En we gaan naar de medium compound. En gaan kijken of wij hierop uit mee kunnen rijden. Op deze natte baan. En Verstappen heeft nu een voorsprong van 18,8 seconden. Dat rijden wij gewoon, denk ik, lekker dicht. En zet de rood in sector 1 neer. 15,9 seconden langzamer. Moeten het hier wat voorzichtig aan gaan doen, omdat de baan nog nat is. Sorry, Mick Schumacher. Ik dacht even Verstappen, maar Mick Schumacher zet de snelste raceronde neer. Maar die pakken wij van hem af. Met een 1-4-9. Norris is sneller. Is 70.000ste van een seconde sneller gegaan. Hij zet een 1-4-9-7-9 neer. Wij noteerden een 1-4-9-8-9. Verstappen naar binnen geweest. Norris zit te kijken voor de leiding. En we duwen hem daar gewoon lekker wijd. Sainz zet de snelste tijd neer met een 1-4-7. We zitten in ronde nummer 24 alweer. Nog 12 rondes te gaan. En Verstappen loopt er naartoe. Verstappen is snel op die nieuwe mediums. Kan wat gaan doen. Lewis Hamilton zet een 1-4-7-1-0 neer. En wij moeten nu gaan verdedigen ten opzichte van Max Verstappen. Die rijdt ook op een nieuwere set medium compound dan mijzelf. Het gat is 1/4. Druk staat er volop en maken een fout. We maken een klein foutje en dat ziet Verstappen. Ziet hij hier ook weer een klein beetje door. Verstappen kijkt naar de buitenkant. Daar is ruimte en hij is er voorbij. Verstappen aan de leiding. Met nog 12 rondes te gaan. En rijdt wat gelijk van ons weg. Want we hebben het momentje oversturen door de dirty air. Blauwe vlaggen en Verstappen zet de snelste tijd neer met een 1-4-4. Latifi op een ronde gezet. We kijken hier of proberen zelfs Verstappen terug aan te vallen. Dat lukt niet. En krijgen een track limits waarschuwing in bocht 1. Zitten hier wel dicht op onze landgenoot en teamgenoot. Kijken hier naar de buitenkant. Daar is weinig ruimte, maar toch vinden we plek. Verstappen remt laten, we kruisen terug. En wij noteren paars in sector 1 en de leiding weer heroverd in ronde nummer 25. We zitten in ronde nummer 26 en Verstappen kijkt daar naar de buitenkant. Daar is weinig ruimte. En dat weet hij. Verstappen moet nog even geduld hebben voor een echte aanval. Maar de strijd is hier losgebarsten voor de overwinning. Het gat is 15e naar Verstappen. 14e dit keer. En kijken wat onze landgenoot zo meteen kan. Hij heeft ook het snelste racehonderpunt in handen. Wij knokken hier voor een overwinning. Voor onze 8e overwinning op een rij in seizoen 3. Verstappen zit te kijken naar de buitenkant. Dat lukt en hij is er voorbij, maar dat is heel close. Het is ontzettend close en Norris zit mee te kijken. Kan hier misschien tweede rangs gaan zitten. Hij is aan het kijken en Verstappen zit aan de buitenkant.
Hij schiet een beetje door en we raken Norris. We raken Norris en Verstappen trouwens, hebben hier DRS. Het is daar heel close. En Verstappen weet dit, we schieten gewoon door omdat we te laat remmen. En Verstappen weer terug aan de leiding. Hij heeft hier ook DRS en wij gooien onze overtakeknop aan om nog iets te kunnen proberen. Maar dat lukt niet. We zitten net te ver weg. Nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 28, een ronde later. Als we DRS hebben van onze landgenoot. Het is daar weer heel close. Hij knijpt ons gewoon af. Remt wat later. We kruisen hier terug. En dat is weer de leiding heroverd. En zet de paars in sector 1 neer. Moeten alles geven voor de overwinning. Maar Verstappen wil hier zijn eerste zege van het seizoen behalen. We maken een klein foutje. En Verstappen is alweer ons gepasseerd. We komen misschien terug, maar dat lukt niet. Want we hebben last van onderstuur. En zet de rood in sector 2 neer. We zitten in ronde nummer 29 van de wedstrijd. Verstappen verdedigt die binnenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Zetten weer paars in sector 1 neer. Verstappen remt laat. Maar we hebben hier de buitenlijn. En dat is een prima exit. En zodoende hebben wij weer de leiding heroverd. Met nog ongeveer 7 rondes te gaan. Een mooie strijd voor de overwinning. En Verstappen kan hier niet aanvallen. We zitten in ronde nummer 30 van de wedstrijd. Gaan zometeen ronde nummer 31 alweer in. En Verstappen zit hier weer te kijken. Heeft DRS. Kijkt naar de buitenkant. Is er voorbij. En we moeten hem laten gaan. Dan hier zometeen terugkijken. Hebben overtakeknop en DRS weer beschikbaar gesteld. Hoeven overtakeknop niet eens te gebruiken. Wij zitten in de slipstream van onze landgenoot. Kijken naar de buitenkant. Verstappen remt laat. Maar wij kruisen hier weer achterlangs terug zoals gewoonlijk. En dat is weer de leiding heroverd. Met nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. Tot nu toe een mooie strijd. Verstappen komt hier zelfs terug. Verstappen komt terug. We kijken naar de buitenkant. Terugkruisen kan niet. Nee. En Verstappen weer terug aan de leiding. Norris zit op 3/10. En maken een klein foutje. We zitten in ronde nummer 32 alweer. Een ronde later zoals gewoonlijk. We hebben hier weer overtakeknop. DRS Verstappen verdedigt weer die binnenkant. Maar wij vinden hier wel ruimte dit keer. En kijken er langs. En zijn er voorbij. Norris gaat gelijk mee. Doet een aanval voor P2. Dat rijmt nog eens. Maar kan er niet van profiteren. Verstappen zit daar wel heel dicht op onze gearbox. En we moeten het zo clean mogelijk zien te houden. Callum Mylett uitgevallen in de wedstrijd. Staat bij sector 3 stil aan het einde van de ronde. Dus Verstappen mag hier zometeen niet aanvallen. En wij gaan het expres doen. Verstappen moet hier oppassen. En mag niet inhalen. We gaan zometeen ronde nummer 33 alweer in. Nog 3 rondes te gaan. Groene vlag wordt gezwaaid. En daar zit Verstappen aan de binnenkant dit keer. En we hebben hier trouwens DRS en pakken hem terug. Het is hier een drag race. Bijna wielbengen met elkaar. En weer de leiding teruggeveroverd. Maar Verstappen remt heel laat. En dit keer is het wel voor het Echi. Alhoewel, Verstappen kijkt gewoon naar de buitenkant. En is er voorbij. Met nog 3 rondes te gaan. Dus, we hebben nu nog een aantal pogingen om ervoor te zorgen dat wij Verstappen hebben afgetroefd in de grote prijs van Oostenrijk. Zet de rood in sector 1 en 2 neer. En gaan zo meteen ronde nummer 34 alweer in. Iets te wijd. We hebben trouwens wel DRS. En nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd. We
komen daar gewoon mooi op onze exit. Hebben DRS weer ingeschakeld, overtakeknop aangezet. Kijken naar de buitenkant, want Verstappen verdedigt die binnenkant. Laat remmen. Betere exit hebben, jazeker, en we zijn er voorbij. Dan moeten wij dit nu nog vol zien te houden met nog 2 rondes te gaan. Verstappen kan terugkomen in de slipstream, maar we houden de auto gewoon lekker breed. Norris op het podium. Het is hier wel heel close en daar zit Verstappen dan brutaal aan die binnenkant. Sainz naar P4, Bottas naar 5. En Verstappen heeft weer de leiding heroverd met nog ongeveer 1,5 ronde te gaan. Norris zit te kijken voor P2. We schieten hier een klein beetje door vanwege de dirty air die de auto van Verstappen veroorzaakt. En moeten nu de rust en de kalmte zien te bewaren. We gaan de ene laatste ronde alweer in. Verstappen aan de leiding. Het gat is 15e. Wij dus naar P2. Hebben hier weer DRS en overtakeknop aangeschakeld, ingezet. Kijken naar de buitenkant. Maar dat was op het nippertje dat we de auto hebben gered. Een kleine hartaanval. We hebben Verstappen trouwens wel ingehaald voor de laatste ronde. En dat betekent dat we na een bloedstollende strijd hier de wedstrijd gaan winnen hier in Oostenrijk. Verstappen komt tekort. Verstappen komt tekort en wij pakken alweer onze overwinning. Onze 9e overwinning volgens mij van het seizoen. Goed gedaan. En gaan we ons voorbereiden voor de volgende wedstrijd in Hongarije. So after a day of mixed fortunes up and down the field, we bring today's race to a close. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Wij winnen dus de wedstrijd, maar pakken 16 punten. Hamilton op P4 pakt 2 punten, Perez pakt 0 punten. En Bottas pakt een punt voor als hij niet in de top 10 is gefinished. Verstappen pakt 25 punten. Huh? Tot aan Perez iedereen op een ronde gezet, dat klopt niet. Granat. Be sure to join us again as we continue to bring you the latest excitement in Formula 1. Oké, ik denk dat dit wel een foutje van Codemasters is. Dus wij hebben wel gewonnen, maar pakken niet de volledige scoren. Want Verstappen pakt de racepunten, de overwinningspunten dus, blijkbaar. Gek. En zelfs Ricciardo pakt 8 punten terwijl hij niet in de top 10 is gefinished. 81 punten verschil naar mijn teamgenoot, maar ik vind dit een rare uitslag. En Perez is ook niet eens op het podium gefinished. Dat was Lando Norris. Norris finishte als derde. En waarom hebben wij niet de winst gepakt? Ja, we hebben wel de winst gepakt, maar niet de punten. Gek. Ja, we moeten dus wel gaan onderhandelen met ons teamgenoot. Maar, ik kan je nu alvast verklappen, die gaat gewoon bijtekenen. Ik heb nu wel even wel iets een grappigs plaatje in mijn hoofd. Ik weet niet of jullie memes bekend zijn, maar ik ben gewoon bekend van die guy van Afrika. Die zegt zo'n, why are you running? Why are you running? En dan doet die vrouw heel vreemd. Ik plaats hem zo meteen even in de video wat ik gewoon erbij denk. Why are you running? Why are you running? Maar ja, een gek eind. Een vreemd eind. Een bizar eind, zo kan je het wel zeggen. Maar we hebben toch de wedstrijd gewonnen. Niet de punten gepakt die we hebben gewonnen.
bizar. Maar goed, heb je toch genoten van deze grote prijs? Beloon het dan met een like. Heb je niet genoten, dislike die video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Als dat kan überhaupt, weet ik niet zeker. Ben je trouwens nieuw bij mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Carillon content. Schakel ook dat belletje aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. Volgende keer zou je meenemen mijn gebruikers in de beschrijving. En we zijn zelfs derde geworden. What the fuck? What the fuck? Ik snap er niks meer van. Maar goed, het is wat het is. Ik ga de video afronden, mensen. Hopen op beter werk in Hongarije. Dan zie ik jullie dan weer voor een nieuwe video van My Team Carillon. Tot ziens.